Wat leuk dat je kijkt. Eind september 2018 hebben wij een roadtrip gemaakt door Alberta en een stukje van Noord-BC. Wij willen jullie graag laten meegenieten van deze prachtige reis. We zijn begonnen in Calgary en vanuit daar naar broer Jeroen in Panoka gereden voor een bezoekje. Na heel wat jaren rondgereden hebben in Alberta, waren we nog maar weinig in het noordwesten geweest. Bij Jeroen vandaan vertrokken we dan ook de volgende dag richting Hinton. Hinton ligt ten westen van Edmonton bij de ingang van Jasper National Park. In plaats van naar deze toeristische trekpleister te gaan, namen wij de afslag naar het noorden, naar Grand Cache, waar we al snel in het prachtige William A. Switzer Provincial Park uitkwamen. Wat een prachtige wandeling hebben we daar gemaakt. Eenmaal aangekomen in Grand Prairie, wat een grotere stad in het noorden is, vervolgen we onze weg naar het westen om via Beaver Lodge in British Columbia terecht te komen. Bij Tumbler Ridge zijn we een doodlopende weg ingereden, die ons na 50 kilometer onverharde weg bij Monkman Provincial Park bracht. De Kinesio Falls zijn daar een absoluut hoogtepunt. Het mooie aan deze provinciale parken is dat er zo weinig toeristen zijn. Je komt er natuurlijk wel mensen tegen, maar niet de massale drukte zoals in Banff en Jasper. Dat is ook niet wat wij zoeken. We houden namelijk van de rust. Wat je dan weer wel tegenkomt, is een hoop wildlife. Dat komt omdat er natuurlijk weinig mensen zijn. Hier bijvoorbeeld de prachtige zwarte beer. Een genot om naar te kijken. We volgen onze weg via Hudson Hope over de 29, waar we bij Fort St. John in zuidoostelijke richting over de 97 naar Dawson Creek rijden. Dit is een stukje van de Alaska Highway. We maken een kleine detour via de historische Alaska Highway, waar we een prachtige nostalgische houten brug tegenkomen. Kun je je voorstellen wat hier in het verleden allemaal overheen gereden heeft? In Dawson Creek en een foto van het bordje te hebben gemaakt, zijn we verder gereden naar Alberta. In regio Bonanza waren ze aan het dorsen. Het leek wel een race tegen de klok, want het begon lichtjes te sneeuwen. Wij vroegen ons af waarom er zo noordelijk nog zoveel farms te vinden zijn. Het antwoord was eigenlijk wel logisch en helder. Het groeiseizoen lijkt wel kort, maar feitelijk zijn de dagen langer in de zomer en zorgt het aantal lichturen ervoor dat het groeiproces langer doorgaat. Je vindt hier onder andere veel graan en koolzaad.
Toen ineens reden we dus achter iemand aan die we totaal niet kennen, maar op uitnodiging kwamen we voor de koffie. Kwamen deze vrouw tegen en ze zegt, joh, anders ga je lekker mee om een bakje. Een Nederlandse vrouw die al jaren daar woont met haar man, Klaas en Toos Sitma. Na wat rondgekeken te hebben en een lekker bakje koffie met een stukje pumpkin pie, zijn we verder gereden. Wat een prachtig gebied. We zijn inmiddels aangekomen bij Peace River, waar we twee nachtjes hebben geslapen in hetzelfde hotel. Gewoon omdat we lekker de polder ingetrokken hebben en lekker rondgereden hebben. Een verlaten stuk land stond een oude verlaten huisje en een of andere caravan. Ik wilde daar graag foto's van maken, maar toen ik uit wilde stappen, zei Johan, stap maar niet uit. En stonden we oog in oog met twee prachtige moes. Wat is dat genieten zeg. Regio bij Peace River kwamen we ontzettend veel wildlife tegen, zoals deze moes met haar twee jongen. Het was gewoon prachtig en genieten. Nou, we hebben natuurlijk nog veel meer genoten van deze reis, maar dat zie je in het volgende deel. Dus hou het kanaal in de gaten, geef een duimpje omhoog en abonneer je even. Druk ook even op het belletje als je niks wil missen.